Hi, ja, welkom bij het 8 uur journaal. Jullie allemaal weer inloggen. Als je net inlogt, deel het, like het, share het, maak er een videoparty van, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Ik denk dat het nuttig is, zeker in deze tijden van repressie, censuur en propaganda. We willen jullie hier zo graag mogelijk feiten brengen en het open debat aangaan. Vanavond gaat over dwang en alle subvormen van dwang. Dwang die mensen meemaken in het leven, dwang die mensen meemaken door angst, dwang die mensen meemaken door overheidsinstanties. En vanavond denk ik dat we voornamelijk gaan inzoomen op de specifieke dwang die nu wordt uitgeoefend. En dat is via werkgevers en instanties. We hebben een paar gasten. Michaela Schippers. Hoogleraar psychologie. Ik hou het even simpel, want de titel is veel langer, die mag je dadelijk zelf uitleggen, Michaëlle. Heeft een nieuw stuk geschreven en dat willen we graag onder de aandacht brengen. En daar zien we ook weer een vorm van dwang om het wel of niet te kunnen publiceren. Martine zal de vergadering voorzitten. En als het goed is, krijgen we ook nog Jeroen Pols in de uitzending om het juridische aspect rond dwang te beantwoorden of toe te lichten. Oké. Laten we maar direct met de deur in huis vallen. Michaela, je hebt een stuk geschreven, zoals dat wel vaker gebeurt als je wetenschappelijk medewerker bent. Het zit weer boordevol confronterende feiten. Desalniettemin, het gaat over feiten. Het is een wetenschappelijk stuk, het is niet een opiniestuk. Toch is het lastig om het geplaatst te krijgen. Kan je daar iets over vertellen? Misschien iets over de inhoud, voor de kijkers die jou nog niet kennen, heel kort over jezelf en dan de perikelen rond het publiceren. Nou, ik ben dus hoogleraar gedrag en organisatiemanagement, of gedrag en prestatiemanagement. En ik probeer eigenlijk het beste in mensen naar boven te halen. Dat heb ik heel lang gedaan met mijn onderzoek. Dat was ook heel populair. En in deze situatie wordt het slechtste in mensen naar boven gehaald, heb ik het idee. En worden we continu met regeltjes geconfronteerd, waar we ons aan moeten gaan houden. En dat is niet voor een mens. Een mens wordt daar niet vrolijker van over het algemeen. Tenzij je zeer ja, bijvoorbeeld autistisch bent of daar heel erg behoefte aan hebt. Maar de meeste mensen hebben niet vreselijk veel behoefte aan extreem veel regels. Maar het ergste was natuurlijk in het begin, net na de lockdown, dat het eerst heel tijdelijk leek. En toen het wat definitiever begon, vorm begon aan te nemen, ben ik me erin gaan verdiepen. Want ik dacht, dit heeft effect op de psyche van mensen. Maar het heeft ook effect op alle aanvoerlijnen in de wereld. Die liggen redelijk stil. Er waren 400.000 mensen die in havens, verschillende havens vastzaten. En ik ben eens gaan kijken, in kaart gaan brengen wat nou die effecten zijn. Je kunt ze niet allemaal in kaart brengen, dat is gewoon onmogelijk. Maar ik dacht, laat ik de grootste pakken. Dus ik heb gewoon gekeken, en het eerste artikel wat ik tegenkwam was dat er 100 miljoen mensen zouden gaan overlijden van honger, doordat de aanvoerlijnen in de wereld stil liggen. En ik dacht, zo, en de inschatting was toen nog dat er maximaal, als je alles bij elkaar op zou tellen, misschien 1 miljoen mensen aan zouden gaan overlijden aan COVID zelf. Daarnaast kwam ik twee grote artikelen tegen die hadden gekeken naar het verloop van het virus. En die zeiden van ongeacht de maatregelen is het virusverloop hetzelfde. En of je nou zware of lichte maatregelen neemt. En toen dacht ik zo, 1 en 1 is 2. Dus eigenlijk moet je hele lichte maatregelen nemen, kijken wat wel werkt. Want er is van geen van de maatregelen aangetoond dat ze werken. Daar is onze overheid niet met bewijzen gekomen daarvoor. Maar er zijn ontzettend veel bewijzen dat het heel negatief uitpakt. Bijvoorbeeld, behalve dat we nu zitten op de schatting dat er 138 miljoen mensen aan honger gaan overlijden, dat zo'n 265 miljoen mensen op het randje van overlijden gaan zitten. Dat betekent dat alleen al aan honger meer mensen gaan overlijden dan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bij elkaar. En dat heeft gewoon nergens op de voorpagina gestaan van de kranten. Terwijl we wel elke dag met COVID geconfronteerd worden en dat we continu angstverhalen krijgen, te horen krijgen. Daarnaast zijn er 28 miljoen operaties wereldwijd uitgesteld. En gaan mensen nu dus dood aan allerlei andere oorzaken, dus kanker. Want heel veel behandelingen voor kanker zijn niet gegeven, er is niet voldoende doorverwezen. Iedereen die getest werd op kanker.
was meteen raak, zeg maar. Normaal gesproken krijg je ook nog wel eens bericht van fijn, je hebt het niet. Nee, maar iedereen die was doorgestuurd was gewoon 100% kans. 50% minder mensen kwamen voor hartklachten, voor hersenklachten. En die klachten waren natuurlijk niet opeens verdwenen, maar mensen gaan dus gewoon thuis in hun eigen bed nu dood, omdat ze niet naar de dokter zijn geweest. Ik ben zelf op die manier ook een vriendin verloren die plotseling overleed. Terwijl ze al een tijdje klachten had, maar niet naar de huisarts was gegaan. Nou, zo kun je heel veel dingen opnoemen. Bijvoorbeeld onderwijsachterstanden. Mensen die al uit een wat minder goed milieu komen, lopen veel meer onderwijsachterstand op. Daarnaast zitten ze vaak in een huishouden, een kleiner huishouden, zitten mensen op elkaars lip. En zitten ze ook vaak in een huishouden waar bijvoorbeeld mishandeling plaatsvindt. Voor veel kinderen die uit een heel dysfunctioneel gezin komen, waar van alles plaatsvindt, van incest tot mishandeling, tot geestelijke mishandeling, die hebben vaak de uitweg op school. Nou, als ze niet naar school kunnen, is hun vluchtweg afgesneden in die zin. En dan worden ze gewoon opgesloten met ouders die hen niet alleen hun onderwijs niet geven, maar ook nog eens een keer natuurlijk slecht behandelen. Dat zijn gewoon hele ernstige effecten. Dus natuurlijk een beetje van groot naar klein allemaal bekeken. Nou ja, dat weegt niet op tegen het effect dat de lucht schoner is. En misschien nog wat kleine dingetjes die dat mensen soms het fijn vinden om thuis te werken. Maar dat, ja, ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. En ook niet meer hoe ik dat naar buiten moet brengen. Want ik ben het nu continu aan het posten op LinkedIn. En ik krijg heel veel negatieve feedback van, nou, moeten we dan alle maatregelen maar afschaffen? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb gezegd, maatregelen die werken, moet je vooral doen. Alleen, ja, de maatregelen die werken zijn je raam openzetten. Dat kost niks en daar gaat de economie ook niet kapot van. Over de economie gesproken. Er komen 60 miljoen werklozen in Europa alleen al. Er zijn al 110 miljoen werklozen in India. En 54 miljoen werklozen in Amerika. En dan heb ik het nog niet over de rest van de wereld, want daar heb ik geen berekeningen van kunnen vinden zo snel. En niemand heeft dat overzicht. Ik heb het zoveel mogelijk in kaart gebracht, maar niemand heeft het overzicht van al die effecten. En er zitten natuurlijk ook, behalve deze hele grote effecten, als je het snel zegt, klinkt het allemaal niet zoveel, maar dat zijn dus honderden miljoenen mensen en 1,6 miljard mensen wordt in zijn bestaan bedreigd. Dat is de helft van de werkende wereldbevolking. En die moet weer zorgen voor de andere helft van de wereldbevolking. Dus eigenlijk wordt gewoon de helft van de wereldbevolking in haar bestaan bedreigd. Er wordt een ongekende catastrofe over ons uitgestort. En jij bent een roepen in de woestijn, dat gevoel heb je althans. Ja. Maar kan je dan iets vertellen over hoe zo'n publicatie in zijn werk gaat? En hoe het normaal gaat en hoe het nu gaat? Want ik snap dat het voor de beleidsmakers natuurlijk geen goed nieuws is. Zij willen zichzelf graag op de borst kloppen en bewijzen dat wat ze hebben gedaan misschien pijnlijk was, maar wel noodzakelijk. En jouw feiten en jouw nieuws laat eigenlijk zien dat ze het enorm fout hebben gedaan. Dat ze er direct zo mee moeten stoppen. Ik kan me voorstellen dat het gevoelig ligt. Alleen is het natuurlijk wel altijd zaak, zeker in de wetenschap. Als het zo is, is het zo. En dan moet het geplaatst worden. Sowieso moet er altijd ruimte zijn voor verschillende interpretaties van de feiten. Dus kan je ons meenemen in hoe normaal zo'n publicatie gaat en hoe het nu ging? Ja. Ja, kijk, eigenlijk normaal gesproken wordt in principe gekeken naar de kwaliteit van het werk. En je hebt natuurlijk reviewers die daar dan op gaan schieten. Maar daar wordt natuurlijk ook gekeken naar hoe belangrijk of wat voor impact het heeft. En eigenlijk is het eigenlijk al van oudsher zo dat als je een onderwerp hebt en je hebt de tijd mee, is het makkelijker om te publiceren te krijgen dan dat je een onderwerp hebt waar nog niemand op zit te wachten voor je. En in dit geval zat niemand hierop te wachten. En kreeg ik gewoon standaard afwijzingen. Nou heb ik het naar Science en naar Nature Human Behavior gestuurd. Zijn natuurlijk ook top tijdschriften. Maar ze hebben wel een artikel gepubliceerd over hoeveel doden er bespaard zijn door de maatregelen. Wat natuurlijk redelijk speculatief is. Gezien de andere, er zijn nu al 3 of 4 rapporten die zeggen van, ja, het soort maatregelen maakt helemaal niet uit. Maar goed, ik kreeg standaard afwijzing en ik denk, nou, normaal gesproken ga je dan van hoog en dan ga je nog iets lager en dan ga je nog iets lager. En ik had nog wel 3, 4 tijdschriften waar het heen had kunnen sturen. Maar vanwege de snelheid heb ik gekozen voor Frontiers in Psychology. Daar heb ik
goede ervaringen mee tot nu toe. Plus, het is geen heel laag tijdschrift, maar het is open access. Iedereen, de hele wereld kan het nu gaan downloaden als het, hij is nu geaccepteerd. Maar ze hadden een special issue ook over de side effects van de maatregelen. En dat, dat heeft mij doen besluiten om het daarheen te sturen en daar ben ik heel blij mee. En daar is het nu afgelopen vrijdag geaccepteerd. En dan moet het nog even de drukproeven moet ik nog krijgen. En dan wordt het definitief. Dus, maar het abstract is al online te vinden. Maar ik heb hem ook meteen al vanaf het begin online gezet als working paper. Want ik denk, iedereen moet dit lezen. En ja, dan nog met al dat pushen en doen. Ik geloof dat hij 3.500 keer bekeken is. En dat is gewoon belachelijk, want ik ben de enige, voor zover ik weet, die echt een overzicht heeft gemaakt van al die effecten, of van de meeste effecten. In Nederland. Ik heb wel een wereld gelezen van professor Gupta uit Engeland, volgens mij. Ja, het Gupta-rapport heb ik ook. Die heeft over Nederland specifiek, maar dan alleen over de doden door uitgestelde zorg. Of tenminste, de levensjaren die daardoor verloren gaan. Tenminste, als ik het goed heb. Ja. Het rapport heb ik ook bekeken. Het onderwerp. Vreemd dat er zoveel binnen corona wordt beschreven en zo weinig buiten corona. Wat ik bedoel met buiten corona is effecten van het hele coronabeleid. Ja. Dit hebben we natuurlijk ook in onze rechtszaken opgevraagd. Van waar is het subsidiariteitsprincipe? Ja. Waar is dat onderzoek? Waar is de proportionaliteit? En daar werd eigenlijk constant op gezegd van de margin of appreciation. En dat we geen recht hadden om daar naar te vragen. En dat is natuurlijk een heel vreemd iets. Nou zijn daar verzoeken in Canada en Nieuw-Zeeland geweest. Daar kwam uit, er is heel weinig. In Beieren, de deelstaat van Duitsland, moesten ze toegeven tot grote schaamte. Nu moet ook de minister-president van Beieren getuigen hoe het kan dat die er niet zijn. En dat maakt het natuurlijk erg schrijnend dat als daar veel werk in zit, dat dit gewoon naar buiten moet. Maar het lukt niet. En ik moet ook zeggen, Willem, ik heb ontzettend moeten zoeken met een lantaarntje. Ik vond honderden papers over COVID zelf, maar nauwelijks papers over die ene dan van 100 miljoen doden, dat was de enige, maar die is ook nog niet gepubliceerd. Die staat ook nog steeds als working paper online. Dus het is bizar hoe dat gewoon nauwelijks aandacht voor is. En ik continu kwam ik papers tegen over COVID zelf, maar niet over de bijeffecten. Dan moet ik echt mijn lantaarntje zoeken. Ja, het is bizar, maar het is in ieder geval ook gestuurd. En het bewijs hebben we door, die link zal ik later geven, een van onze Belgische artsen, die had een kritisch stuk weten te plaatsen bij een online artsenmagazine. Daar heeft hij 2 dagen gestaan en toen is hij er direct weer afgehaald. Dat ging over iets kleinere context, maar wel over de zinloosheid van de lockdowns en de maatregelen. En je ziet dat daar niks over gezegd mag worden. Daar is een hele duidelijke repressie en censuur. Nou ja, die censuur hebben wij helaas ook al meegemaakt. Ja. En dat brengt weer terug bij het hoofdonderwerp, en dat is natuurlijk ook iets waar jij veel van weet, dwang. Ja. Ik wil het stukje vaccinatie even aanhalen. Wat ik net al zei, die 75% van de zorgmedewerkers wil niet dat het gedwongen wordt of dat het verplicht wordt voor hun beroep, voor hun beroepsgroep. Terwijl 35% er in principe positief tegenover staat. Nou, dit geeft een hele opvallende overlap. Dat er dus mensen zijn die het in principe wel willen nemen, maar niet onder de voorwaarden dat het gedwongen wordt. Ja. Wat wij nu zien is dat er een aantal directe dwangmiddelen worden gebruikt, maar ook heel veel indirecte dwangmiddelen. En ik weet dat we het in het verleden wel eens met z'n tweeën over hebben gehad, over de film The Wave. Ja. Kan je daar een stukje over vertellen? Want dat is een heel goed voorbeeld hoe je door middel van conformisme en pseudo-solidariteit heel veel dwang kan uitoefenen. Ja, je kunt natuurlijk, wat ik enerzijds natuurlijk ook wil zeggen is dat, wat veel mensen misschien niet eens weten, is de integriteit van het eigen lichaam. Onder de huidige wetgeving kun je het niet afdwingen. Maar er zijn zoveel manieren om mensen te laten conformeren. En er wordt natuurlijk ook heel veel beïnvloeding gebruikt. Maar angst is gewoon zo'n sterke manier om dat te doen. Maar er zijn ook allerlei experimenten gedaan in het verleden, waarin je mensen gewoon heel
ja, gewoon door een autoriteit, een persoon met autoriteit, kun je ze al laten conformeren aan wat de ander wil. Zeggen dat het nodig is. Zeggen dat het nodig is vanwege de greater good, zeg maar. Daarom heet mijn paper ook zo, voor de greater good, devastating side effects of COVID-19. En op die manier kun je mensen heel makkelijk laten conformeren aan iets. Er zijn natuurlijk ook van die experimenten gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Om te kijken van hoe kon dat nou? Maar je wilt eigenlijk niet afwijken van de groep. Hè? De mensen die hier allemaal meeluisteren, denk ik dat ze allemaal wel ervaren hebben dat het helemaal heel erg naar is. Dat je een afwijkende mening hebt van de rest van de groep. Vooral in het begin. Een heel naar gevoel. Dat ik zelfs op een gegeven moment voor mezelf moest besluiten van, zelfs al ben ik de enige in de wereld die denkt, dit klopt gewoon wat ik zeg. Of wat ik zie en wat ik in mijn onderzoek zie. Maar die dwang, ja, door uitsluiting van het sociale leven. Door te zeggen van, en dan ga je op een gegeven moment helemaal twijfelen aan jezelf. Van, misschien moet ik het toch maar doen. Ja, en het opvallende is dat we zeggen in onze democratie dat er altijd ruimte voor debat moet zijn. En dat het een van de kernwaarden is van een democratische rechtsstaat. Dat er meerdere meningen zijn. Maar wat we nu meemaken is verre daarvan. En dat conformisme, zoals we dat noemen, dat geeft heel veel dwang. En ik vind het meest opvallend is dat het RIVM steeds meer gedragsregels gaat voorschrijven. En het ook heeft, als je kijkt naar de dwangmaatregelen, nu is er weer besloten volgens mij dat er avondklokken zijn. Dat sommige horeca-ondernemingen maar tot 1 uur open mogen of tot 12 uur. En dan moet om 1 uur het helemaal leeg zijn. Ja, dit zijn echt maatregelen die je treft voor kinderen als je ze opvoedt. Ja. En dat is puur gedragsverandering. Dus dan wordt er dwang aan de ene kant gegeven. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat weer dat conformeren naar een idealistisch gedrag. Nou, eigenlijk heeft de overheid ook last van controledwang. Het is pure controledwang vanuit de overheid. Dus er komen allerlei vormen van dwang. Maar eigenlijk is het, ja, geeft blijkbaar een heel fijn gevoel om in controle te zijn. Het is bijna bijgeloof ook, heb ik gezegd. Want in principe voeren we allemaal bijgelovige handelingen uit. Als we onze handen wassen de hele tijd. Ja, mensen met obsessive compulsive disorder, die hebben dat veel erger gekregen. Maar dat is puur bijgeloof. Want op lange termijn helpt dat helemaal niet. Elkaar geen hand meer geven, 1,5 meter afstand houden. Noem maar een maatregel op. En ik weet dat er geen bewijs voor is. Een mondkapje is alleen maar bewijs voor dat het negatief werkt zelfs. Dus, maar goed, door het geframed te hebben als dit is een oorlog tegen een onzichtbare vijand. En continu mortality statistics, zoals we dat noemen, die het aantal doden noemen. En nu zijn er geen doden meer en dan gaan we zeggen van nee, nu zijn het besmettingen. En nu moet ik zeggen, zelfs als ik het lees, want ik zit dan toch wel eens zo'n stukje uit de mainstream media te lezen. En het is zo overtuigend geschreven dat ik continu toch stiekem zelf begin te twijfelen. Zo overtuigend hebben ze het geschreven. Terwijl ik gewoon er onderzoek naar heb gedaan en weet dat het gewoon absoluut niet klopt wat ze doen. Ja, en daar zie je het raffinement van het hele beleid. En dat ze alsmaar zeggen van, hey, maar Rutte die een paar weken geleden zei, maar we zijn geen dictatuur. Nee. Ja, dat zijn opvallende uitspraken. Ook het indirecte dwingen en de voorwaardelijkheid die aan heel veel dingen wordt gesteld. En dan geef ik even aan bijvoorbeeld de kleurcode bij het vliegen. Van nou ja, je mag er wel naartoe, maar dan moet je daarna wel 2 weken in quarantaine. Of je mag daar naartoe vliegen, maar dan moet je eerst getest worden. Of ik heb ook wel werknemers gehoord die zeiden van nou ja, als ik geen mondkapje wil dragen, dat kan. Maar ik heb een tijdelijk contract en dan krijg ik maar 2 uur per week. Dus dat is geen directe dwang, maar wel indirecte dwang. En ik denk ook dat het op deze manier zo wordt gedaan. Dat iedereen zich daar bewust van moet worden. Als je kijkt naar die statistieken van die zorgmedewerkers. Er is heel veel weerstand tegen directe dwang. Heel veel mensen hebben dat door. Maar op het moment dat het indirect wordt, in de vorm van conformisme of solidariteit of angst, zodat je jezelf gaat beperken, of dat er voorwaarden worden gesteld aan dingen die jij wil, dus dat er een soort ruilhandel plaatsvindt, dan wordt het veel sneller geaccepteerd. Heb jij daar tips voor hoe je jezelf er tegen kan wapenen, Michaela? Ja, een beetje eigenlijk om je gevoel volgen daarin. Want op een moment, je voelt eigenlijk continu dat je misleid wordt.
Het is gaslighting, zeg maar, op wereldniveau. En je kunt je er tegen wapenen door gewoon er niet in mee te gaan. Dus niet proberen met tegenargumenten te komen, maar gewoon zeggen van ja, dit slaat gewoon nergens op, dit gaan we gewoon niet doen. En eigenlijk het enige wat we zouden moeten doen als maatschappij, en het enige wat we kunnen doen, want we hebben natuurlijk een vertegenwoordigende democratie, we hebben geen directe democratie. En we hebben een regering die voor ons besloten heeft en bedacht heeft dat zij het beste weten. En ons als een soort ouders manipuleren in het juiste gedrag. Ja, is er niet in meegaan. Dus niet mee dansen, zeg maar. Om het even in danstermen te houden. Niet meegaan met die tango, noemen ze wel. De gaslight tango wordt het ook wel genoemd. Je hebt twee partijen. Degene die het doet en degene die meedoet. En in mijn speech op de Vrouwenmars heb ik gezegd, als wij met z'n allen zeggen, wij doen dit gewoon niet meer, en als er voldoende mensen zijn, gewoon het niet meer doen, ja, dan is dat niet te handhaven. Als 17 miljoen mensen zeggen van, jongens, je hebt geen enkel bewijs geleverd dat dit werkt. Er is heel veel bewijs dat het heel negatief uitwerkt. Dat de horeca kapot gaat, dat de economie kapot gaat, dat mensen psychologisch na 11 dagen lockdown kunnen mensen al zware psychologische problemen hebben. Dus, en kinderen komen in de problemen. Ongeboren moeders hebben verdriedubbeling van depressie en anxiety. Hoezo is dit voor de volksgezondheid als er zoveel miljoenen operaties en medische handelingen zijn uitgesteld? Dit is niet voor de volksgezondheid. Dat kan niet nooit voor de volksgezondheid zijn. Dus ja, wij moeten gewoon niet meer meedoen. Punt. Maar daar zeg je wel in kernachtig iets. Als je in de angst zit, dan ben je makkelijk te bedwingen, om het zo maar te noemen. Ja. Dus hoe krijg je jezelf uit de angst? En hoe blijf je alert op al die lagen van dwang die er worden uitgeoefend? Ja, dat is een goeie. Ik kan alleen vertellen hoe ik het zelf gedaan heb. Want ik moet zeggen dat ik zelf, doordat ik uit een onveilig gezin, in een onveilig gezin ben opgegroeid, kwamen die jeugdangsten in volle hevigheid terug de eerste 2 weken. En toen heb ik na die tweede week bedacht, dit wil ik absoluut niet. Ik wil niet in angst leven. Ik ga nog liever dood dan dat ik weer in zo'n extreme angst moet leven. En het besluit nemen om het niet meer te willen is stap 1, denk ik. Was voor mij stap 1. En stap 2 was, ik ging zoeken, ik ging bellen, ik ging Erwin Compagno opbellen. Die had zijn 06-nummer naast de blog staan. Ik ben gaan onderzoeken. Dat hielp mij heel erg. Dat betekent niet dat het voor iedereen helpt. Misschien dat andere mensen vaak misschien een klein stapje kunnen nemen om uit die angst te komen. Van, nou, gevoelsmatig kun je kunt wel besluiten dat je dat niet meer wilt, maar dan voel je nog steeds angstig. Nou, probeer eens een heel klein stapje te nemen. Geef iemand weer eens een hand. En dan merk je dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt, zeg maar. Je valt niet meteen dood neer. En dan kan je steeds een stapje verder gaan om uit die angst te komen. Is mijn idee, maar er zijn geen makkelijke manieren om eruit te komen. Je moet het wel echt zelf willen. En dan gewoon niet meer meegaan in die redenaties. Gewoon zeggen van nee, dit klopt gewoon niet. Kan echt niet. Dus bij jezelf blijven. En ik vind het heel mooi dat je dat aanhaalt, ook uit eigen ervaring, jeugdtrauma's. En ik heb het met meer mensen over gehad. Dit is toch wel het anker waarmee je gemanipuleerd wordt. Doordat je in angst komt, kom je bijna altijd in die basale laag angst, omdat er zo'n achtergrondangst is. En daarmee ben je te manipuleren. Ja. Iedereen heeft jeugdtrauma's en iedereen heeft angstontwijkend gedrag of pijnontwijkend gedrag. En daardoor gaat die conformatie werken, ja. Ja, klopt. Gelukkig. En erg eigenlijk, want ik vind het eigenlijk misdadig om mensen zo in angst te laten leven, is zo slecht voor de psyche. Ja. Er zijn ook mensen die hebben angstaanvallen gekregen in die eerste weken. Gewoon nog nooit in hun leven een angstaanval gehad. Nou, dat is heel heftig hoor. Ja, nou, daarom zijn we ook de vrijeggz.nl begonnen. Daar gaan we binnenkort nog veel meer over vertellen. Dat is een programma wat hier echt over gaat om mensen uit die angst te halen. Ik denk dat er ook heel veel kijkersvragen zijn. Ik hoop dat Jeroen dadelijk nog eventjes inlogt. We hebben probleempje met de inlog, over het juridische aspect van dwang te praten. Maar Martine, brand los. Willem, mag ik nog één ding zeggen? Sorry. Ik had heel veel links, maar die paper, die wil ik graag dat die viraal gaat. En niet dat ik zo belangrijk ben, maar omdat die boodschap zo belangrijk is. Dus zal ik de links in de chat zetten? Ik zet alle links erin, maar de paper heet dan For the Greater Good.
Zet hem in de chat en we zullen hem ook in de beschrijving van deze video zetten, Michaela. Ja, perfect. Dan zijn er inderdaad kijkersvragen, een aantal. Even kijken, een vraag is, wat kun je iets duidelijker zijn over de situatie in India momenteel, Michaela? Nou, ik weet niet of ik... ik kan er niet heel specifiek over zijn, maar wat er eigenlijk gebeurd is wel in India is natuurlijk heel raar. Ze hebben van de een op de andere dag gezegd van, en nu gaan we in een lockdown. En er waren miljoenen mensen die opeens een goed heenkomen moesten gaan zoeken. En ook meteen hun baan kwijt waren. Dus het is enorme chaos heeft dat veroorzaakt. En ik heb niet heel specifiek naar de laatste tijd gekeken. Maar ik weet dat daar 110 miljoen mensen werkloos zijn geraakt. Maar plus het virus, als dat er was op dat moment, is het verspreid door heel India. Omdat mensen van door het hele land op begonnen te reizen. Omdat ze gewoon naar huis gingen. Dat is misschien wel goed voor het beeld van mensen. Mensen die nog nooit in India geweest zijn, kunnen daar niks bij voorstellen. Maar het is een dag-tot-dag leven voor heel veel mensen. En die werken ergens, misschien honderden kilometers verderop van hun gezin. En daar proberen ze elke dag weer wat te verdienen. Dus zo'n lockdown is veel en veel ontwrichtender in zo'n soort economie, in zo'n soort samenleving, dan dat het hier is. We hebben volgens mij dat stuk over Nepal net in onze nieuwsfeed geplaatst. Dat geeft een beetje een idee. Nepal is gedeeltelijk vergelijkbaar met India. In ieder geval qua inkomensniveau en qua hoe de maatschappij gestructureerd is. Dus als mensen daar meer over willen weten, lees dat stuk om enige ideeën daarbij te krijgen. Oké, dan de volgende vraag, Michaela. Hoe kom je aan de berekeningen die je hebt gebruikt? Nou, dat zijn niet echt berekeningen, maar dat zijn gewoon, bijvoorbeeld, je moet echt ook even in de paper zelf kijken, maar die van 100 miljoen mensen die gaan overlijden en daarna 138 miljoen, die 100 miljoen, dat is een hele paper daarover, al die berekeningen, ja, dat kan. Maar wat het basale, het makkelijkste is gewoon te zeggen van, daar liggen heel veel aanvoerlijnen stil, wij vernietigen hier ons voedsel en daar hebben ze niks te eten. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar er zijn natuurlijk ook mislukte oogsten. Er zijn natuurlijk ook combinaties van dingen waar al een burgeroorlog aan de gang was. En dan komt dit er nog eens overheen. In Indonesië hebben ze bijvoorbeeld gezegd van, je moet binnenblijven. En als je dat niet doet, schieten we je dood. Dus dan kon je of binnen verhongeren of naar buiten gaan en doodgeschoten worden. Dat was een heel bijzonder dilemma. En in Nederland merken wij het niet meteen. Wij hebben nog te eten, we hebben nog te drinken. We merken pas bijvoorbeeld dat ons pensioen weg is binnen over een tijdje. En voor anderen die raken hun baan kwijt. Maar dan nog is er een sociaal stelsel. De overheid komt met allemaal steunpakketten. Maar er zijn landen waar dat niet gebeurt. In Spanje is bijvoorbeeld ook al gewoon eigenlijk honger. Er staan rijen voor de voedselbanken. Heel veel mensen die op straat leven. Ik krijg nu ook berichten uit de hele wereld. Maar waar ik me gebaseerd heb, is wetenschappelijke literatuur erover. Plus een aantal rapporten ook. Dus het Koepta-rapport bijvoorbeeld. Omdat dit gaat zo snel, deze ontwikkeling. Daar heb je vaak de wetenschappelijke literatuur kan het niet bijhouden, zeg maar. Dan heb ik me ook wel op rapporten gebaseerd. Ja, heel, heel heftig dat je dit zo vertelt. Heel informatief, maar wel heel heftig, Michaela. Ik heb een andere vraag. Hoe krijg je mensen uit angst? Er wordt ook gesproken in de chat op Facebook van een lage naar een hoge frequentie brengen om uit angst te komen. Ja, het is niet heel makkelijk een duidelijk antwoord op te geven. Ik heb er ook wel met een aantal psychologen en psychiaters over gesproken. En er zijn wel methoden om dat te doen. Hè. Je hebt natuurlijk desensitisatie, dat je heel voorzichtig, wat ik net al aangaf, kleine stapjes neemt. Ik denk dat het misschien ook wel verschilt per persoon. Maar eigenlijk wat er gebeurt is, als jij je komt in een negatieve spiraal naar beneden. Ja, en dan op een gegeven moment beweegt er daar beneden helemaal niks meer. Dan zit je alleen nog maar thuis, bij wijze van spreken, en dan spreek je niemand meer. Maar op een gegeven moment moet je weer zorgen dat je eruit komt. Dus positieve interacties met mensen. Ja, wat mij al helpt is gewoon, ik had met Erwin Campagne gebeld. In één middag was ik bijna van die angst verlost. Niet dat het helemaal weg was, maar die middag was ik er even helemaal vanaf. En dan komt het wel weer een beetje terug. Hè. Dat gaat ook allemaal niet in één keer.
En er is niet een magic bullet volgens mij, maar ik ben geen klinisch psycholoog, hè, dat moet ik er wel bij zeggen. Ik ben ook geen psychiater. Ik weet een beetje van heel veel dingen, maar dit is wat ik erover kan zeggen. Dan heb ik nog een vraag of je nog een keer zou kunnen herhalen in welk tijdschrift het de paper wordt gepubliceerd. Want je hebt dat net genoemd. Ja, in Frontiers in Psychology. Oké. Okay. Ik heb de links net op de chat gezet naar iedereen. Oké. De links. Super, ik zit op twee schermen mee te lezen, dus dat was mij even ontgaan. Ja. Denk jij dat de mainstream media gebruik maakt van NLP om de mensen te bespelen? NLP ken ik ook weer niet zo verschrikkelijk goed, maar ja, ze gebruiken allerlei tactieken, vooral psychologische tactieken die ik herken. Wat ik noemde al gaslighting. Het is bizar hoe het inderdaad gebracht wordt. Het is inderdaad een soort hypnotiserend bijna, wat ik net ook zei. Dat als ik het lees, dat ik ook bijna overtuigd raak weer van dat moet kloppen. En dat ik dan denk, nee. En dan schud ik even met mijn hoofd zo van, hallo, het klopt gewoon niet. Zou je de term gaslighting wat beter kunnen uitleggen voor wie niet weet wat dat is? Ja, gaslighting dat komt eigenlijk uit een film uit 1940. Ik heb hem uitgebreid in een van mijn eerste filmpjes bij Weltschmerz uitgelegd ook. Maar dat is een film Gaslighting uit 1940 volgens mij, 1944, met Ingrid Bergman. En dat is iemand dat is eigenlijk een man die de erfenis van zijn vrouw wil hebben. En haar ervan probeert overtuigen dat zij gek is. Dus elke keer als zij zegt van ja, maar die lamp, daar is iets mee. Want het waren nog gaslampen, vandaar de gaslighting. Die draaide die dan hoger of lager. En dan zei ze van hé, maar die lamp die flikkert of hij is lager. En dan zei ze nee joh, je bent gek man. Echt niet. En zo begon ze steeds meer aan zichzelf te twijfelen. Of dan hing die schilderijtjes. En dan zei ze nee joh, daar hing helemaal geen schilderijtje. Hoe kom je daar nou bij? En dan haalde die zelfs de meet, zeg maar, hoe noem je het nou, de dienstmeid erbij. En dan zei ze, nee, inderdaad, dat hing er helemaal niet hoor. Dat moest ze dan nog zeggen van hem. En daardoor ging ze zo aan zichzelf twijfelen, dat ze inderdaad echt gek werd en opgenomen werd in een inrichting. En toen kon hij pikken. En dat is continu wat we zeggen van, jouw waarneming klopt niet. Jij hebt het gevoel dat het niet klopt. Dan zeggen ze, nee hoor, bijvoorbeeld. En weet je wat wat ik heel erg merk in discussies? Ik heb nog steeds discussies met vrienden en vriendinnen hierover. En dan zeggen ze, ja, maar in Italië. En dan zeggen kinderen spelen geen rol in de besmettingen. Ja, maar in Italië was er toch een kindje aan dood gegaan. Ik zeg, oké. Uitzonderingen bevestigen de regel. Maar zij komen steeds met één case. En ik kom met een berg wetenschappelijke literatuur aan. Die... ja, gewoon niet tegen elkaar opweegt. En dan nog, ik zeg ook op een gegeven moment, dat virus is totaal, vind ik totaal oninteressant. Ik richt me er absoluut niet op. Ik richt me op de bijeffecten, die zijn pas ernstig. En er zijn misschien 700.000 mensen, als je alles bij elkaar optelt, aan dood gegaan op een bevolking van 7 miljard mensen. En dan hebben we het, maar ik bedoel, miljoenen, honderden miljoenen mensen gaan overlijden aan de effecten van de maatregelen. Nou, dat is de grootste humanitaire ramp in de geschiedenis van de mensheid. Daar steven we op af. En daar mag je niet eens over praten. Laat staan dat er iets aan gedaan gaat worden. Ja, inderdaad. Heel fijn dat je er bent vanavond, Michaela. Vraag voor Willem. Heb jij... willen Hugo, Vert en Mark niet met jou in gesprek? En hoe komt dat? Ik neem aan dat er de ministers worden bedoeld. Ja, die. Ik weet niet hoe dat komt. En ik weet ook niet of dat zo is. Ze hebben in ieder geval nog geen contact met ons opgenomen. Dus ik denk dat het inderdaad waar is dat ze niet erop zitten te wachten om met ons in gesprek te gaan. Ik denk wel dat het heel goed voor ze zou zijn. Dat ze daarmee heel veel goodwill zouden kweken. En we willen, dat kan ik nu al zeggen, 6 oktober ook de dag van de amnestie maken. Dat we eigenlijk aan alle beleidsmakers een amnestie aanbieden. Er zijn heel veel dingen fout gegaan. En in onze ogen zijn er ook dingen fout gegaan moedwillig. En daar kunnen we nog jarenlang rechtszaken over voeren. Maar ik denk dat het veel belangrijker is, eigenlijk al het argument van Michaela, is dat we zo snel mogelijk echte oplossingen gaan brengen. Die maatregelen eraf.
En dan, dat is nog niet genoeg, dan hebben we nog een enorme humanitaire ramp te voorkomen. Dus we moeten alles op alles zetten. We hebben helemaal geen tijd om ons heel erg bezig te gaan houden met wie wat heeft fout gedaan en waarom. We moeten echt alle zeilen bijzetten om het schip niet te laten zinken. Ja. Dus ik bij deze dan, Vert, Hugo en Mark, kom snel bij mij aan tafel zitten. Er is genoeg plek. En dan kunnen we kijken hoe we dit schip weer vlot trekken. Ja, ja, ik heb ook heel veel contact gezocht. Hè. Ik heb natuurlijk ook ministers aangeschreven. Ik heb Rutte aangeschreven met deze resultaten. Want ik dacht, dit moeten ze weten. Ze moeten weten dat dit speelt. En de enige die gereageerd heeft tot nu toe is Wiebren van Haga. Die heeft zelfs uitgebreid met mij gesproken. En ik heb hem ook mijn peper gegeven. En voor de rest niemand die echt gereageerd heeft. Ja, onvoorstelbaar. Ja, Thierry Baudet heeft alleen mijn LinkedIn-verzoek geaccepteerd. Maar goed, dat is ook iets. Ja. Een vraag voor beide, denk ik. Wat kunnen wij zelf doen tegen alle leugens? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om... als je namelijk eenmaal genezen bent van het angstvirus... Dan kom je daar niet meer zo snel in terug, omdat je heel erg alert bent geworden. En helaas zal je de rest van de wereld toch met een nodige dosis argwaan tegemoet moeten gaan. Maar ik vond wat Michaela zei wel heel belangrijk. Ik denk dat je altijd, en dat klinkt zweverig, maar dat is echt je kompas, altijd vanuit je gevoel de dingen moet benaderen. Zeker als het gaat over manipulatie en als het gaat over dwang. Van wil ik dit wel? Ben ik het hier wel mee eens? En als het lukt om bij jezelf te blijven en die vraag intern te stellen, dan heb je bijna altijd je antwoord al. En dat is altijd goed. En dan ben je echt naar je intuïtie aan het luisteren. En er zijn dan ook nog wat praktische dingen die je daartegen kan doen. Is gewoon bij jezelf eigenlijk een nieuwe gewoonte aanleren. Is niet direct primair te reageren, maar het eventjes neer te leggen, het gevoel door je lichaam te laten gaan en dan te zeggen van, oké, is dat zo? Wordt mijn leven nu bedreigd? Nee. Oké, dus ik heb de tijd om daar eventjes wat mee te doen en dat kan zijn door het met iemand die dichtbij je staat erover te hebben. Het kan zijn brononderzoek te doen, daar ben ik heel erg van er wordt wel wat beweerd, maar klik dat nou eventjes door. Welk artikel zit erachter? Oh, dan zie je dat het artikel net even wat anders bedoelde. Dan kan je in dat artikel nog naar andere bronnen gaan. Dan kan je nog kijken, zijn er onafhankelijke bronnen van elkaar die hetzelfde beweren? En wat je nu ziet in de media, bijvoorbeeld al de besmettingen en de patiënten, het is gewoon complete onzin. En daar gaan we nu ook rechtszaak over voeren tegen de media, dat ze absoluut niet meer mogen hebben over patiënten en besmettingen als het gaat over mensen die een positieve PCR-test hebben gehad. En dit is een klein voorbeeld. Een ander voorbeeld is, er zijn weer 50% meer gevallen. Wat er dan meestal niet wordt gezegd, dat gisteren 50% minder gevallen waren. Dus dat de context wordt weggehaald en dat het op zo'n manier wordt gepresenteerd dat het heel erg lijkt. En dat je dus bij dat soort meldingen altijd denkt van, oh, wacht even, waar is de context? En dat je dat soort gedragingen aanleert, en dan ben je veel minder vatbaar voor angst. Michaela, wat is jouw methode? Nou, kijk, waar we natuurlijk tegenop moeten knokken is een enorme marketingmachine. Ja, ik kom zo. Ik kom eraan. Hij wil een ander programma zien. Hij moet echt naar bed. Maar waar we natuurlijk tegenop knokken is een enorme marketingmachine. Een hele gelikte marketingmachine waar alle andere geluiden weggehouden worden. Mijn collega Bob de Wit, ook hoogleraar, is van LinkedIn gegooid. Maurice de Hond is van LinkedIn gegooid. Ik kijk elke dag of ik niet van LinkedIn gegooid word. Ja, jij bent er ook natuurlijk wel afgegooid. Dus iedereen die een ander geluid heeft laten horen, wordt of op een gegeven moment ook minder, dat je minder views krijgt, wordt voor alles gedaan om het weg te houden. En het idee is dat als het vaccin er bijna is, heb ik begrepen, dat het dan nog veel sterker wordt. Dus wij moeten op de een of andere manier wel zorgen dat die informatie blijft. Dus blijf dat ook delen vooral. Blijf gewoon mensen daar ook mee bestoken. Want als mensen één keer iets zien, dan zeggen ze, ja, nee, dat klopt niet. Maar als ze het 4, 5 keer voorbij zien komen, dan gaat misschien toch een lichtje branden van, misschien zit er wat in.
De mensen die voor de eerste keer mijn boodschap zien, die hebben zoiets van, wat? Wat? Zoveel doden? Hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, ja, dat zeg ik niet uit mijn duim. Dat is gewoon zo. Dat heeft mijn onderzoek aangetoond. Ga die paper alsjeblieft eens lezen. Als je ergens tijd in steekt, doe dat. Doe dat. Ja, zoiets dus. Dus blijf gewoon ook vooral informatie delen en ja, weet ik veel. Ik weet niet zo goed hoe je een marketingcampagne tegenover zo'n gelikte campagne zet. Maar nou, daar zijn we mee bezig. Daar kan ik nog niet alles over vertellen, maar ik ben er erg enthousiast over. Want als de overheid denkt dat zij kunnen marketen, dan kunnen we ze nog wel een lesje leren, denk ik. Ja, daar ben je wel mee bezig. Dat heb ik gezien, inderdaad. Het is al herkenbaar, zeg maar, met die oranje en die rode balkjes. Er zijn nog veel meer initiatieven. We gaan naar de volgende vraag. Ja, waarom blijft de politiek liegen terwijl zelfs artsen aan de bel trekken over de situatie? Ja, dan kom je weer op de vraag van intentie. En die is altijd moeilijk aan te tonen. Hè. Dat zie je ook altijd in rechtszaken. Als je die intentie onomstotelijk kan bewijzen, dan is het al bijna rond. Dat ze blijven misleiden, dat is een feit. Meestal zitten daar een aantal redenen achter. De meest voor de hand liggende is dat ze een bepaald politiek doel met het misleiden willen bereiken. En dat doel hebben ze nog steeds. Ondanks dat ze misschien exposed zijn, blijven ze daarmee doorgaan. En een hele goede met propaganda is natuurlijk gewoon het puur herhalen. Het maakt niet uit of het niet waar is. Als je maar vaak genoeg herhaalt, dan wordt het wel waar in de hoofden van mensen. Nou, dat is wat er ook gebeurt. Dus daar, dat is denk ik de belangrijkste. En dan heb je nog een andere, dat is de doofpot. Of het niet willen toegeven van de eigen fouten, want dan gaat de carrière eraan. Dus ik denk dat die ook heel erg meespeelt. Maar je moet ook niet vergeten, en dat is de derde grote component, dat heel veel politici ook in een bubbel zitten. Die zijn helemaal los van de maatschappij geweekt. Dus die zijn elkaar ook constant aan het versterken in die waanbeelden. Ja, er zit natuurlijk ook een beetje groepsdenkproces. Hè? Dat groepsdenken en cognitieve dissonantie zit erin. Dus groepsdenken is eigenlijk dat je, zeg maar, iedereen gewoon zegt, dat, ook al denken ze zelf anders, dat ze het ermee eens zijn. En ik heb begrepen dat vooral de partijpolitiek dat het heel sterk is. Ja, dat als je binnen de VVD het niet met elkaar eens bent, dat je er gewoon uitgegooid wordt, bij wijze van spreken. Dat is in ieder geval met Wiebren van Haga gebeurd, volgens mij. En cognitieve dissonantie is, we hebben deze maatregelen gedaan, ze moeten wel effect hebben. Dus gaan we er ook maar mee door. Want het onder ogen zien dat ze en geen effect hebben gehad, dus dat we dat voor niks de hele economie kapot hebben gemaakt, voor niks zoveel mensen dood laten gaan. Ja, dat is wel heel zwaar om dat toe te geven. Dan moet je een enorme kanteling gaan maken in je wereldbeeld. En heel erg het boetekleed gaan aantrekken. Dat zou mooi zijn als ze dat deden, maar ik denk niet dat het... ik zie al mensen lachen. Nou ja, laten we hopen. Hè. We moeten de hoop niet opgeven. We hadden gisteren een hele mooie wandeling in Vaals. En ik werd benaderd door de gemeente en ik was al heel erg sceptisch. En na het gesprek met de gemeente en ook de wandeling en daarna nog eventjes contact met de gemeente, moet ik echt zeggen dat mijn verwachting de situatie had gekleurd. En dat de realiteit was dat de gemeente Vaals super heeft meegewerkt. Dus dat geeft nogmaals aan dat we het nooit moeten opgeven en ook onszelf weer zo neutraal mogelijk moeten maken. En kijken van, oké, kunnen we het gesprek aangaan? Nogmaals, de ministers zijn welkom hier. En ik wil ook nog wel naar Den Haag komen voor een uitnodiging. Om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Ja, ik heb een halve uitnodiging voor op 1 gehad. Donderdag of vrijdag. Ze weten nog niet zeker wie ze er allemaal in willen. Ze hebben een aantal mensen gevraagd. Dus ja, even duimen dat doorgaat. Dat in ieder geval. Maar het is eigenlijk wel best wel bizar. Ik bedoel, dat virologen elke avond aanschuiven. En wij eigenlijk nauwelijks aan bod komen. Ik ben 1 keer dan even een paar minuutjes in op 1 te zien geweest. En voor de rest niet in de mainstream media. En jij bent natuurlijk ook een aantal keer geweest. Maar dat weegt bijna niet op. Ik ben eruit geknipt. De vragen die ik stelde, die waren te confronteren, denk ik. Oké. Okay. Ja, ik heb een stukje gezien, niet alles. Ik heb zoveel reacties op Facebook ook. Sorry, ik zit vertraging op de lijn. Wat zei je? Ja, mijn zoontje die moet echt naar bed nu. Oké. Nou, ik heb geen vragen meer. Alleen een mededeling. Bedankt. En we hebben het doorgezet, gedeeld op Twitter, social media. Bedankt dat je er was. Helemaal top. En ga zo door. En dat.
Ja, jullie ook, hè? Nou, ik ben al trots op alle strijders die ik hier weer zie. Dus ga zo door. Doei, doei. Dank je. Zeker doen. Ja, dan nog eventjes van gisteren. Hele fijne meeting was het eigenlijk met alle mensen die het eens zijn dat de maatregelen onzinnig zijn en dat knuffelen heel gezond is en dat we vooral juist met elkaar moeten zijn. En nou ja, dat geeft ons ook weer het gevoel dat we het ergens voor doen en dat, dat wordt gewaardeerd. Dus we willen dit veel vaker gaan organiseren. Eigenlijk uitstapjes met elkaar. Het wordt redelijk genegeerd door de mainstream media, maar dat is helemaal niet zo belangrijk. Realiseer je dat ook in dit soort online bijeenkomsten, meestal krijg je daar weer nieuwe argumenten, nieuwe ideeën en vooral nieuwe moed en nieuwe hoop om weer het gesprek aan te gaan met je omgeving. In alle liefde, in alle respect, met alle geduld, want het gaat heel goed. Ik ben eigenlijk heel erg positief over hoe het de laatste tijd gaat, over hoeveel mensen doorkrijgen, hey, dit klopt niet. En elke keer als de regering, of de negering, of het regime, hoe je het ook wil noemen, met weer van die onzinnige maatregelen komt, dan zie je heel veel mensen heel boos worden. En ik ben nu bijna op het punt, ja, het klinkt raar, maar dat ik zeg van yes, dat is mooi. Dat is namelijk weer heel veel munitie voor mensen om wakker om naar een hoger niveau te komen, om door te krijgen van hey, het heeft geen zin om te wachten tot het over is. Ze blijven doorgaan, we moeten opstaan. En dat is onze missie, dus ga daarmee door mensen. Dank jullie wel. Even kijken, ik heb een berichtje gekregen van Loek van Mook. Die wil heel graag in contact met ons komen over Costa Rica. Dus stuur gerust je contactgegevens even in een privéberichtje. Dan nemen wij contact met je op. Willem. Ik kreeg de vraag, Frankrijk, vraagteken. Wat is daar vandaag gebeurd en of wij daarvan op de hoogte waren? Ik ben daar niet van op de hoogte. Ik schrijf het wel eventjes op. En ga ook niet? Ik heb wel een vraag gekregen uit Suriname om om eigenlijk de overzeese gebieden meer mee te nemen. En dat gaan we ook doen. Dus er komt een los stuk op de website voor de Antillen en voor Suriname. Want daar zijn ook hele schrijnende maatregelen. En is het nog bizarder, dan komen we weer bij dat stukje van Nepal wat ik net vertelde. De levensstandaard is wat lager dan het Europese gedeelte van Nederland. En daardoor is zo'n lockdown ook gelijk veel voelbaarder. En er wordt meer dwang gebruikt. Dus het is goed, denk ik, om voor Nederlanders om te zien dat dit in ons land gebeurt. En dan hebben Suriname is natuurlijk niet meer ons land, maar de Antillen horen er nog wel bij. En dat het dus een enorme willekeur is. Hoe kan het nou dat die mensen daar veel harder worden aangepakt en veel zwaardere effecten ervan hebben? En dat is denk ik ook goed voor mensen om erover te gaan nadenken en kritisch te worden. Want we worden hier op een bepaalde manier zoet gehouden, maar het klopt echt niet. En dit soort dingen maken het heel duidelijk dat binnen het land en ook dus binnen Europa het helemaal niet klopt. Ja, vrije GGZ online. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, iets meer. Het is een platform waarbij je dus als je de drempel te groot vindt om naar de normale GGZ te gaan, hier hulp kan krijgen of doorverwijzing kan krijgen. We zullen ook online sessies doen en dat zijn dan voornamelijk groepsessies, zodat je geholpen kan worden met angststoornissen of met andere corona, maar ook niet corona gerelateerde geestelijke problemen. Oké, ik kreeg een berichtje van achter de schermen dat we zo gaan afsluiten. Dat klopt. Oké. Ik vond het weer een mooie meeting. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Of in ieder geval kennis van heeft genomen. En hier weer mee verder kan gaan. Goed. En er komt nog veel meer moois aan. Ik zou morgen vooral even in de gaten houden. Er komen heel wat leuke filmpjes. Die hopelijk zeer viraal gaan. Klinkt spannend. Ik kijk ernaar uit. Tot ziens!